Welkom, uh, ik ben Joris Hessels en u kijkt en u luistert naar The Gut Feeling, een podcast en videoreeks tegelijkertijd over leven met IBD, oftewel chronische darmaandoeningen. Um, ik zit hier geflankeerd. Uh, mensen die aan het luisteren zijn zien dat niet. Mensen die aan het kijken zijn wel. Door uh, bijzonder interessant uh, volk, uh, samen met experten in de zorg, maar ook met ervaringsdeskundigen die leven met IBD, bespreken wij verschillende aspecten uit het dagelijks leven waar je mee te maken hebt als zogenaamde IBD'er. Ja, dat, is, dat is gek om je zo te noemen een IBD'er. IBD'er ja, ja. klinkt zo'n beetje. De negatieve connotatie. Uh, ja, ja dat ga, dat ga, dat, dat, zo, zo negatief <laughs> gaan, we het, gaan we het niet maken. Toch zeker niet in deze tweede aflevering. Uh, als ik uh, televisieprogramma, televisieprogramma's uh, maak, probeer ik uh, um, vooral te doorgronden waar mensen mee bezig zijn, waar, waar, waar mensen uh, voelen, terwijl ze hun leven aan het leiden zijn. En soms zijn dat ook moeilijke verhalen. Uh, en nu ben ik ook heel erg nieuwsgierig. Um, ja, welke verhalen er boven komen als je zo'n diagnose krijgt? En uh, wat de impact is op uw leven en op je psychologische welzijn uh, als je eenmaal de diagnose gekregen hebt? Um, en ik doe dat uh, geflankeerd door uh, bijzonder interessant uh, volk. In deze tweede aflevering um, kaarten we een nieuw thema aan. Dat uh, gaat over de relatie tussen IBD en psychologisch welzijn. Uh, in deze aflevering gaan we het hebben over zelfbeeld. Mirella, maar ik aan u het woord geven. Ja. Yes. Um, zelfbeeld, ja, dat gaat op en af eigenlijk. Mm -hmm. um, ik heb het in het begin heel goed gedaan, dacht ik, met mijn zelfbeeld. Um, ik kon ook met de kinderen, ik kon mijn werk, ik kon alles doen wat ik graag deed. Uh, de medicatie hielp dan ook wel. Um, en dan is er toch een moment gekomen van oei, het werkt toch niet zo goed. Na die jaren eigenlijk altijd over de grenzen te gaan. En daarom heb ik dan toch nu hulp in moeten roepen van eerst ibd verpleegkundige daarna IBD-psychologen. Mm -hmm. um, omdat ik het eigenlijk zelf niet meer zo helemaal uh, eruit kon. Uh, dat het heel moeilijk werd voor mij van het positieve te houden. Um, en dat het ook voor de anderen thuis moeilijk werd. Dus, en toen heb ik aan de alarmbel getrokken en ik ja, ben er heel dankbaar om. Het heeft wel heel lang geduurd. Voordat ik de stap durfde te zetten. Maar ik vraag Mirella waarom dat zo lang geduurd heeft? Eigenlijk ben ik in april vorig jaar, uh, heeft mijn lichaam gezegd, nee, het gaat niet meer. Een stuk door mezelf denk ik ook. Ik ben altijd over mijn grenzen gegaan. Um, ik had niet het gevoel van, um, dat hoort bij IBD, de vermoeidheid, de, alle dingen die erbij spelen. Dus ik ben gewoon verder gegaan. Je ziet het niet, dus het is er niet. Zo meer iets. Uh -huh. En in april vorig jaar heb ik dan een slag gehad. En ben ik heel moe geworden. En de medicatie is dan ook veranderd. Uh, ja. Dus het is op en af gegaan. Ik dacht dat ik het heel goed deed, maar het blijkt toch nog niet hoe het moet. Mm -hmm. ja. En wat is jouw grote vraag nu? Uh, wat doet je om niet in die valkuil te trappen en altijd over de grenzen te gaan? om een positief zelfbeeld te houden. Ja. Hoe kun je ja, dat meer bewaken? Hoe kun je dat meer bewaken, ja. ja. Een heel heldere vraag. Uh, Linda, ik ga nog eventjes naar jou komen. Is dat herkenbaar, wat Mirella zegt? Ja, ik denk, um, het zelfbeeld dat kan op momenten van uh, hevige ziekte, zware ingrepen kan dat echt uh, zodanig uh, negatief worden... dat je daar inderdaad moeilijk zelf uit geraakt. Um, andere momenten dat je terug een beetje beter bent... dan krijg dat wel een beetje op. Maar dat is eigenlijk iets... Inderdaad, dat is een valkuil... waar ik mezelf ook continu moet voor behoeden. Dat ik denk van... ik zie dingen positief, ik moet dat blijven doen. Ik probeer me op heel kleine dingen soms te focussen... Die, die positief zijn, omdat alle grote rond... dat negatief is, om dat toch maar een beetje te verdringen... Om en dat maakt dan toch dat ik mij beter voel. Of dat mijn zelfbeeld op dat moment... Zoals nu bijvoorbeeld, heb ik de laatste jaren echt wel een heel positief zelfbeeld. Ja. Voor, voor mezelf vind ik dan, omdat ik um, leren integreren heb, leren doseren heb, ja. wat ik wel kan, niet kan. En eigenlijk voor mezelf uitgemaakt ben, heb van... Ja, oké, okay, ik heb IBD, maar het gaat niet volledig mijn... Zelfbeeld of mijn zijn nog bepalen, dat laat ik niet meer toe. Ja. Die stap heb ik na nou, de laatste vijf jaar eigenlijk ook maar genomen. Ja, ja. Dat, dat is ook iets wat jij formuleert, maar wat helpt er jou dan om nu zo bij, te denken? Wat uh, heeft er jou geholpen? Bij mij heeft vooral yoga geholpen. Yoga? Ja, inderdaad. Ik ben daar sinds corona online mee begonnen. Oké. Okay. En ik ben dikwijls opnieuw moeten beginnen. Ik heb ook uh, dikwijls soms ook dat ik niet naar de les kan. Maar doordat daar zo'n ruim aanbod in de week is, zowel online als fysieke lessen, kan ik als ik een dag denk van ik heb echt een mindere dag, ga gaat echt niet lukken. Dan ga ik de volgende. Maar ik probeer echt wel twee keer per week yoga te doen. En ik zodanig nu dat ik bijvoorbeeld elke ochtend al tien minuten yoga doe, omdat ik me daar zo goed bij voel. Het helpt om, soms ook bij mij om... Plaatsen waar ik pijn heb met mijn ademhaling, zelfs die pijn een beetje kan doen verdwijnen niet, maar toch temperen, verminderen. En het, ik sta positiever in het leven daardoor, daar ben ik echt van overtuigd. Bij mij heeft dat geholpen, maar niet iedereen gaat misschien openstaan voor yoga. Nee. Andere mensen hebben nooit aan nood aan mindfulness, een andere vorm van sport. Alle sporten zijn niet altijd meer aangewezen bij kroon. Ten eerste omdat je dan met die buik zit die gevoelig is. Dus balsport, een bal in je buik. Uh, sporten met hoge intensiteit ja, geeft dan weer extra vermoeidheid. Maar er zijn heel veel dingen die nog wel kunnen. En ik zou zeggen, probeer gewoon van alles. Ja. Maar je moet energie hebben natuurlijk om ja. dat aan te kunnen. Ja, inderdaad. Maar soms is het even erover gaan en zeggen, ik ga het toch proberen. En daarna voelt u dan toch wel beter, ondanks het feit dat u in het begin toch misschien. Ik heb ook soms lessen dat ik er naartoe ga. Ik denk, gaat het wel lukken? Mm. En dan zeg ik het ook, dan kom ik binnen en zeg ik tegen mijn yoga van, Ik heb echt een slechte dag vandaag. Ik ga die kopstand echt niet doen. Jammer zegt ze geen enkel probleem. Want ik heb de kracht niet vandaag, maar ik kan bijvoorbeeld wel ondersteboven in de touwen hangen. En dat helpt mij dan wel. Ik kan weinig mensen zeggen, hè? Voilà. De bovenste touw. Voilà. Oh, my, had ik ja. dat maar kunnen zeggen. Dat ik niet op mijn ja. kop had moeten staan. Uh, nee, um, dank je wel, um, Linda. Um, een van, die, uh, van, van de dingen die ik nu mij realiseer Anne, is. Uh, ik kijk nu naar Mirella en ik kijk naar Linda. En, um, ik zie eigenlijk niks aan beide dames. En redelijk onzichtbaar. Dus ik kan me voorstellen dat de buitenwereld, zijnde de maatschappij, daar ook niet altijd evenveel begrip voor heeft. Maar wat, wat, welke, welke, welke invloed kan dat hebben op iemand zijn zelfbeeld? Uh, een enorme invloed. Uh, als patiënten bij ons komen en laten verstaan van kijk, ik ben ziek, ik voel me niet goed, maar mijn omgeving ziet het niet en zegt van uh, wat, wat is er met u? Dan merkte dat patiënten echt, soms echt in de put zitten daarvan. Mm -hmm. hè. Dan proberen wij te luisteren en te vragen wat zijn eigenlijk de noden, wat zouden we willen dat er verbetert. Hè, bijvoorbeeld, ik had zo een tijdje terug een patiënt die zei: Hou, Het is toch zo moeilijk. Hè. De ene keer ga ik mee met vrienden op restaurant en kan ik dan een keer frietjes eten, maar de andere keer, als we met diezelfde groep terug gaan eten, kan ik dat niet eten omdat ik last heb aan mijn buik. Daar merkte zei ze dat die mensen niet weten wat ik eigenlijk doormaak en dat die, eigenlijk, die ziekte eigenlijk een grillig karakter heeft. Uh -huh. Waardoor dat ik op de ene moment wel iets kan en op de andere kant weer niets. Uh -huh. En daarin ja, moeten wij de patiënt altijd geruststellen van kijk, het eh, belangrijk is eh, in je omgeving dat ze ook goed geïnformeerd worden. Hoe meer dat die omgeving geïnformeerd is, hoe beter ze de ziekte begrijpen, hoe beter als ze ook hun partner of hun vriend gaan ondersteunen. En hoe beter de patiënt zich gaat voelen. Ja. Um, Bep, ik, ik kom eventjes bij jou. Uh, omtrent de, de vraag die Mirella daarnet formuleert, van de, hoe kan ik die valkuilen, waar ik steeds maar in trap, hoe kan ik die proberen te vermijden? Jij met al je kennis, ja. je expertise. Oh, ik uh, begin denk ik bij u er bewust van worden. En mm -hmm. eigenlijk uh, dat uh, wat het trainen, bij wijze van spreken, eigenlijk... Um, van elke keer als het gebeurt uh, te gaan exploreren: van wat, wat gebeurde er precies? Uh, uh, hoe kwam dat? Waar komt dat vandaan? Waar heb ik dat geleerd om dat zo te doen? Uh, en hoe meer dat je eigenlijk dat keer op keer doet, uh, hoe meer dat je eigenlijk dat bewustzijn niet altijd meer achteraf, maar ook in het moment zelf uh, leert opmerken van ah ja, ik reageer eigenlijk altijd zo. Of Ik uh, heb de neiging inderdaad van over mijn grens te gaan. Um, en dat kan je oefenen van je daar bewust van te worden, tot op het punt dat je in het moment zelf eigenlijk uh, meer de keuze krijgt: van ga ik dit nu weer zo doen? Of ga ik misschien voor een andere optie kiezen? Mm -hmm. uh. um, merk je ook vanuit uw uh, ervaring dat het, het zoeken naar psychologische hulp dat dat vaak ook toch nog wel een hoge drempel is. Zeker, ja, um, en bij een, bij een oudere generatie ook nog meer dan bij een jongere generatie. Jongeren ja. zijn daar iets makkelijker mee, uh, daar is al iets meer uh, bewustzijn um, in die generatie, uh, maar bij oudere mensen zeker. Is dat zo'n groot verschil tussen ja, jonge mensen wel. en ja. volwassenen? Ook qua zelfbeeld? Zelf weet ik nu niet, maar ik merk wel dat jongeren ook al veel meer die taal kennen, al veel meer uh, ja, weten over verschillende psychologische uh, stoornissen of, of wat dan ook. Uh, terwijl dat voor een iets oudere generatie soms nog moeilijker is, dat die drempel hoger is. Uh, dat ze ook iets minder weten van ja, hoe werkt dat dan naar een psycholoog gaan, wat, wat moet je daar dan precies doen? Uh, dat daar wel een verschil tussen is. Ja. Mm -hmm. Mark, uh, hoe. Hoe ervaar jij uh, de vraag van Mirella als, als arts? Hoe, hoe, uh, hoe ga je daarmee om? Want u hebt maar de tijd die u hebt. Mm -hmm. ja, ik denk dat het een, een levensvraag is, denk ik. Uh, een vraag die niet specifiek is voor patiënten met corona en ulcerosa. Het is maar door af en toe over uw grenzen te gaan en ermee geconfronteerd te worden, dat je ook gaat beginnen denken van, oei, wat had ik misschien anders moeten aanpakken? En, ja, ik denk naarmate je ouder wordt, dat je dat allemaal wel een keer zal, zal, zal meegemaakt hebben. En dan denk ik inderdaad dat de patiënt er een bewust van maken dat er misschien toch momenten zouden geweest zijn waar dat hij dan misschien toch andere keuzes had kunnen maken. En dat is niet altijd het geval. Sommige zaken komen van, van buitenaf. Uh, en, en sommige zaken kun je niet veranderen. Maar misschien de manier waarop je daar mee omgaat en dat is weer die acceptatie hè, van inderdaad te aanvaarden dat op een bepaalde dag iets wat je had willen doen misschien niet lukt, maar dan misschien ook meteen te zoeken naar wat kan ik wel nog doen. We zien heel vaak dat mensen terug hun leven willen van voor de ziekte mm -hmm. en dat is denk ik op zich al een, al een valkuil. Ja. Uh, we hopen dat we daar zo goed mogelijk terug naar, naartoe kunnen gaan. Uh, maar iemand beloven met alle medicamenten, want we hebben veel medicatie geworden, dat we echt terug naar die persoon kunnen gaan van daarvoor. Ja, ik zou dat heel leuk vinden en ik zou daar ook proberen naar streven. Maar ik denk dat we ook onze patiënten moeten, moeten voorbereiden dat dat niet altijd, uh, niet altijd gaat lukken. Ja. Is dat iets wat jij herkent, bijvoorbeeld, Linda? Want ik, ik ja. zie jou, ja, eh, ik hoor jou knikken. Ja, inderdaad. Het is niet zo dat ik uh, alles kan zoals iemand uh, van mijn leeftijd die niet de ziekte heeft. Mm -hmm. Maar ik focus me daar niet meer op. Bijvoorbeeld, mijn zus die is drie jaar jonger. Die maakt fantastische reizen naar Afrika. En dan denk ik, wauw, zou ik ook graag doen, maar dat is gewoon niet aan orde. Dat gaat gewoon niet voor mij. Nee. Maar ik gun naar dat. En als ik dan die foto's zie, ik geniet daarvan. Dus ik focus me niet meer op het feit dat ik dat niet kan. Mm -hmm. Want er zijn heel veel dingen die ik nog wel kan in het leven. Ik heb ook een mooi gezin, ik heb leuke vrienden uh, waar ik van geniet. En, en ik focus mij daarop. Ja. Ik focus me niet meer op de dingen die ik niet kan. Niet meer. Maar ik heb die fout ook gemaakt, inderdaad. Ja. En ik dacht, dus ja, fout zeg de, je, maar lijkt mij even ja, menselijk te zijn. Ja, inderdaad. Maar ik denk dat we daar allemaal door gaan inderdaad ook gewone mensen gaan denken als ze 40, 50 jaar zijn, wel zeggen van, Goh, dat had ik misschien vroeger beter niet gedaan, of dat zou ik nu anders aangepakt hebben. Ouder worden is een proces. Ziek zijn is een proces. Uh -huh. het, het, het proces van IBD is een beetje complexer omdat dat zo onvoorspelbaar is en, en, en dergelijke. Omdat daar zou, ja, ook ingrijpende toestanden bij komen en zo. Dat een impact heeft op, op je leven, op je gezin, op je professionele leven. En ja, dat is een keuze die je dan niet bewust zelf gemaakt hebt, maar het uh -huh. overkomt u. Maar uh, ik denk gegroeid wel als persoon. Ja. ja. Mark, het is misschien een moeilijke vraag, maar is onze maatschappij er eigenlijk op gericht? Of uh, is, is, is onze maatschappij klaar om om te gaan met chronische ziekten? Het kan duidelijk beter. Mm -hmm. Het kan, uh, kan duidelijk beter. Ik denk hier inderdaad... Zijn er een aantal elementen? En ze hebben het zelf aangehaald. De on, uh, onzichtbaarheid van de ziekte, de onvoorspelbaarheid van de ziekte. Daar zit, daar zit nog wel wat. Welke werkgever is blij als hij weet van ik heb een patiënt die misschien volgende week niet zal opdagen omdat hij te veel last heeft? Hè? Mm -hmm. uh, nu, de corona heeft ons eigenlijk getoond dat dat kan: mensen thuis laten werken. En ik denk dat dat een, een zegen zal geweest zijn voor, voor sommige patiënten. En zelf die heel moeilijke periode die we allemaal doorgemaakt hebben, heeft toch wel aangetoond dat. Ja, soms kan, een, kan, een, kan iemand beter presteren door gewoon in zijn vertrouwde omgeving te zijn, een, een toilet in de buurt te hebben. Dat wil zeker niet zeggen dat ik denk dat die patiënten geïsoleerd thuis moeten blijven. Maar ik denk dat de dat maatschappij moet leren dat uh, ja, de, ook, ook een, een, een persoon beter kan functioneren in de omgeving waar hij zich het meest op het, uh, op het gemak voelt. Anne, mm -hmm. uh, um, uh, mensen die chronisch ziek. Worden die komen bij jou terecht, die, die probeer je dan te helpen. Wanneer verwijs je hen door naar iemand als Beb? Uh, naar een psycholoog? Um, als mensen bij ons komen en ik merk dat, uh, dat ze zelf aangeven dat ze het psychisch eigenlijk toch wel moeilijk hebben door bijvoorbeeld het niet kunnen accepteren of het, het ja, het zelfbeeld van zichzelf dat toch wel uh, een knikje heeft gekregen, uh, dan luister ik wel eerst. Dan probeer ik op mijn manier mijn tips en tricks mee te geven, maar als ik toch merk dat dat te diep gaat, dan verwijs ik hen altijd door. Ik weet dat heel veel patiënten gewoon zijn om bij ons te komen en die hebben dan vertrouwen in ons en die zeggen dan ja maar ik weet niet zo bij een psycholoog ik voel mij goed om het gewoon te ventileren dan zeg ik en toch altijd van kijk die mensen zijn daarvoor opgeleid ja. en die weten beter dan ik hoe ze u daarin verder kunnen begeleiden ja. en dan moet ik zeggen als we ze dan doorverwijzen en ze komen de volgende keer terug dan zijn die eigenlijk heel dankbaar en dan zeggen die van kijk je hebt er goed aan gedaan van mij door te verwijzen en het gaat nu al stapje bij stapje veel beter. Er zijn twee mensen die hier voluit knikken, die akkoord zijn met wat, wat je zegt, uh, Anne. Beb, zijn er, zijn er hulpbronnen of programma's die, die, die jullie kunnen aanbieden voor, voor mensen die chronisch ziek zijn? Goh, um, ja, ik, uh, ze kunnen natuurlijk altijd gewoon in therapie komen bij mij. En dan zie ik ze heel regelmatig. Um, verder zijn wij ook in het ziekenhuis wel bezig met het opzetten van groepsprogramma's, zoals mindfulness, um, trainingen, uh, hopelijk in de toekomst ook ACT, uh, Acceptance and Commitment Therapy. Um, zijn die ziekenhuisoverschrijdend Of zit die kennis nu enkel bij het UZ in Leuven? Um, we hebben eigenlijk het idee om dat zelfs internationaal te maken en dat um, zelfs uh, ja, nog breder te trekken. Uh, voorlopig zijn we in, in het UZ inderdaad daarmee bezig, uh, maar het is zeker niet de bedoeling om uh, die kennis alleen bij ons te houden. Ik denk dat iedereen daar baat bij kan hebben. Um nou, het, zijn, het zijn pilootprojecten op ja. dit moment, er is heel, heel weinig, er zijn natuurlijk heel wat... ...mogelijke therapieën beschikbaar, maar dan weer niet gefocust op die IBD-patiënten. Wat wij nu doen met de mindfulness is specifiek bij patiënten met, met corona en colitis ulcerosa. En uiteraard gaan wij, ja, hopelijk als we goede resultaten hebben, dat verkondigen en daar mensen warm voor maken. En ik denk dat... Ja, Aanhaalde het al aan. Als je over, bij een patiënt over een psycholoog spreekt, bij sommigen is dat al direct een drempel. Als je ja. spreekt over we gaan mindfulness doen, we gaan yoga doen, dan is dat misschien al voor sommige patiënten. Ah, oké, okay, ik ga mindfulness, mindfulness doen. Want de psycholoog is er wel bij, maar heeft een andere, een andere connotatie uh, gekregen. Ja. En er is niet één programma, er zijn waarschijnlijk tientallen programma's en de patiënt gaat moeten zoeken. Waar hij zich het, zich het beste bij voelt, om dat vol te houden en het ook een kans, een kans te geven. Als je naar een psycholoog gaat en op voorhand daar niet echt het nut van in ziet, ja, dan denk ik ook dat Bep niet gelukkig is om aan de slag te gaan met die patiënt. Mm -hmm. um, Linda, uh, je hoort ook vaak dat er troost kan gevonden worden of erkenning kan gevonden worden bij lotgenoten. Is dat iets wat jij vaak doet, het opzoeken van lotgenoten? Ja, ik heb dat um, vooral gedaan. Um toen ik nog jonger was, omdat ik toen in die periode een stoma nodig had. En dat was heel ingrijpend. Ik was amper 30 jaar. En dan had ik gelukkig een vriendin die al enkele jaren een stoma had. En ook de stoma-verpleegkundige van dat moment, dat was eigenlijk een meerwaarde op dat moment in mijn leven. Die hebben me echt. Erdoor geholpen. Had ik die niet gehad, dan moest ik heel dat proces eigenlijk alleen ondergaan. En dat zou, ik weet niet of dat, dat zou goed gekomen zijn. Ik, ik denk dat ik die stoma na een jaar toch min of meer een plaats kunnen geven heb, dankzij die mensen, lotgenoten ja. en stoma-verpleegkundigen. Ja. 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 En, en nu zoek je nog mensen op? Ja, ik zoek nu nog mensen op. En hoe doe je dat? Uh, via de kroonvereniging. Oké. Okay. Ja. 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 En Mirella, is dat iets wat jij bijvoorbeeld ook doet? Ja, ik ben ook met de Kroon ja, colitis vereniging ja. um, En dat is altijd fijn om iemand te horen, zonder dat je daar veel woorden moet aan vuil maken die je begrijpt. Ja. ja. Toch wel, ja. Dus het helpt ook wel in het, in het, het verbeteren van je zelfbeeld? Ja. Absoluut, Absoluut. Ja. Praten en mensen die je begrijpen ja. helpt ja. wel heel veel. Ja. Um, Mirella, je hebt je bent deze aflevering begonnen met een, met een, met een stelling, met een, met een vraag: van hoe kan ik die, die valkuilen, hoe kan ik die proberen vermijden? Heb je daar een beetje een antwoord op gekregen? Uh, We kunnen dat zo lang mogelijk laten duren, uh, deze aflevering. Uh, Totdat ja. je echt een antwoord hebt. Uh, Grenzen goed aangeven, communicatie, ja. denk ik, naar de buitenwereld. Ja, zodanig dat de buitenwereld goed weet um, hoe dat jij je voelt. Ja, uh, ook inderdaad. al zijn die soms blind en doof. Uh, daarvoor kan ik, kan ik me voorstellen. Wat, mocht, jij, um, mocht jij het voor het zeggen hebben, Mirella, wat zou jij dan tegen de maatschappij zeggen? Wat, wat, wat kan de maatschappij nog gebruiken als het gaat over bewustmaking of herkenning van, van iets als IBD? We moeten leren begrijpen dat. Um dat we soms ons goed voelen, soms ons minder goed voelen. En dat dat heel wisselend kan zijn. En dat je dat niet altijd aan de buitenkant ziet. Mm. Hoe mensen hem voelen. Dus, ja, ja. Voor, vooral niet. Heel vaak niet, als ik, het, als ik het zo hoor. Ja, dat klopt. Maar ja, ik ben dan ook een mens die dat ook niet laat zien. Mm. Dus... Um, ja. Dus dat is dan nog mijn valkuil, zeker. Ja, het is eigenlijk ja. een algemene valkuil, denk ik, van IBD-patiënten. Dat is continu dat masker voorhouden en toch niet tonen dat je ziek bent naar een buiten wil Het is ook wel een taboe eigenlijk altijd moeten zeggen van dat je diarree hebt en wel. Het toilet. Dat is niet zoiets dat je zomaar direct tegen je eerste collega dat je tegenkomt op het werk gaat zeggen. Dat, is, dat zit nog altijd een beetje in de taboe sfeer, denk ik, om ja. daarover te praten. Ja. Ja. Dus eigenlijk is het eigenlijk een oproep om, om, om het toch zoveel mogelijk die ja. drempel te overwinnen, die drempel over te gaan. Ja. Te van, kijk, en uit de taboe Ik voel me zus haar. of zo. Ja. En ja. uit ja. de taboe sfeer ja. halen, zodanig dat iedereen, ook de mensen die niet, niet ziek zijn, weten. Ja. Um, ja. hoe, uh, hoe ernstig het soms kan aanvoelen ja. en hoeveel impact het kan hebben op uh, je ja. psychologisch ja. welzijn. Ja. En ik hoor ook vooral dat yoga en mindfulness uh, een middel kunnen zijn. zijn. Voor uh, mensen die ervoor openstaan. Ja. 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 Uh, maar er zijn ondertussen ook aan het in Leuven en ik hoor ook internationaal uh, veel pilootprojecten bezig. Om, uh, om nog meer hulp te kunnen bieden op, uh, op, op, op vele uh, noden. En, ja. Maar ik wil jullie ongelooflijk bedanken om zo open en eerlijk... Mogelijk te zijn over, uh, over dit, uh, dit thema. Uh, dit was aflevering 2 van The Gut Feeling over zelfbeeld. Uh, in de volgende aflevering um, uh, gaan we het hebben over wat het ziektebeeld van IBD juist inhoudt, um, welke niet-fysieke klachten daarbij komen kijken en wat de psychologische gevolgen daarvan zijn. Dat krijgt u dus te zien in de derde aflevering van The Gut Feeling, um, waar u naar kunt luisteren of naar kunt kijken. Um, dat kan u kiezen of u kunt het allebei doen. Um, maar dit was aflevering 2 en uh, wat mij betreft hopelijk tot een volgende keer.